Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 17 februari en ik ga vandaag naar Londen. Yay! Ik ga namelijk samen met mijn moeder 3 dagen en ik heb er echt super veel zin in. En ik weet dat het een hele tijd geleden is dat ik heb gevlogd en video's heb gemaakt, maar ik wil het nu wel weer echt oppakken. Dus daarom begin ik nu. Ik zou het heel erg leuk vinden als je alvast even een blauw duimpje op deze video doet en even abonneert op mijn kanaal hieronder. En dan heel veel kijkplezier naar deze vlogs van Londen. Like you still making music, man. Ask them kind of questions, shouldn't even shake. Wacht, ik ga even het verhaal vertellen. Oké, we zitten nu in het vliegtuig en het duurde allemaal heel lang. Maar we gingen ons moesten langs die security, hoe heet dat? De waren. Toen werd mama haar koffer gecontroleerd. Terwijl ik gewoon, ik had allemaal losse vloeistoffen. En toen werd de koffer dus gecontroleerd. En toen vroeg die vrouw echt zo schaartje. Zo. En toen kregen we de koffer niet open, want hij zat op slot. Dus ze moesten hem eerst uit het slot halen. En toen deed ze zo die koffer open. En toen kwam er echt zo'n, echt 2 keer zo'n grote man. Kwam er zo'n HEMA-schaart. Ja, zo'n HEMA-schaart. Zo'n grote, met allemaal blauw. Ik zal hem even in het beeld laten. Die kwam zo uit die tas en die vrouw keek echt zo van. Zei ze zo, ja, die is iets te groot. Echt flauw. En toen moest ik haar nodig. En toen vroeg ik, ja, waarvoor Thijs hoeft te knippen. Ik weet echt niet. Maar hoe heet het? We gaan nu een uurtje vliegen en dan zijn we in Londen. Wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay. Teenage dreamers, born this way. I told my mother I grew up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Ja, oké, nou, we zitten nu in de trein. Mijn mama had weer een beetje te snel gedaan. Er ging dus geen trein naar Liverpool Street en ons hotel zit heel dicht daarbij. Dus nu moest... Ja, ik heb geboekt hoor, jongens. Oh ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb dit geboekt voor mama. Maar, dus nu moeten we eerst met de trein. Dan moeten we met de bus en dan moeten we met de metro, omdat... Ja, dat om 4 uur zijn we. Nee, dat is niet waar. Maar er rijdt helemaal niks. Er rijdt geen rechtstreeks trein er naartoe. Op de terugweg wel. Dus we moeten helemaal zo'n omweg rijden. Maar, ja... Ik hou er niet zo van, maar ja, niet zo erg. Ik zie helemaal geen... Kijk hoe vies het raam is. Wacht, ik zal het laten zien. Je ziet gewoon niks als je naar buiten kijkt. Mam, je koffer gaat weg. Maar hier. Oké, wij zijn in de hotelkamer. En het duurde echt super lang, maar we zijn er nu wel eindelijk. En de kamer is echt super mooi. Ik zal even snel laten zien. Even kijken... Nou, dit is de deur als je binnenkomt. Ik zal het scherm omdraaien. En dan heb je hier een kast in. Heb je hier een spiegel. Mooi bed. Zo. Hier buiten zijn allemaal van die kantoordingen. Ik kan het niet zo goed zien. Wacht, ik doe dat raam wel een beetje open, want het is echt heel warm hier. Dus hier komt best wel veel koude lucht uit. En dan hebben we gewoon nog een badkamer, een tv... Er staat, nice to meet you. En ja, ziet er gewoon prima uit. En het hotel dat we zitten is Club Carter's Hotel. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love.
Oké, we zijn klaar uit de hotelkamer. We hebben net wat lekker gegeten. Vond je het lekker? Heerlijk. En ik heb net een nieuwe MAC lipstift gekocht, namelijk Velvet Teddy. Want die wilde ik al echt super graag, heel lang. En nu heb ik hem uiteindelijk gekocht. En we gingen net een parfum ruiken. En ik wilde heel graag La Vie Belle. Hoe spreek je dat uit? La Vie Belle. Ja, maar mama vindt hem niet lekker ruiken. En nu gaan we naar Camden Market. Yes. En we gaan eerst naar de... Ik weet niet waar we naartoe gaan lopen, maar anders kunnen we niet met de metro. Bank. To the bank. Bank underground. Ja. En het personeel in ons hotel is heel erg gebeend. It's very nasty. Yeah, yeah, yeah. Now, yeah. I've been moving calm, no start, no trouble on me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. I hope I got some sisters that outlive me. They gon' tell the story, she was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes, I won't, yeah. I feel good sometimes, I don't, yeah. I finesse, I'm with the road, yeah, finesse. Michael down a G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. Make sure that no fatty is still. Oké, we zijn net. Zijn we ook? Nu? Nee maar. Nee, oké, doe maar je eerst. Wat dan? De straatnaam. Ja. Oké, we waren net bij Oxford Street. Dat gingen we even winkelen. Maar we zijn heel erg moe, want het is nu al 6:15 of zo. En we gaan om 7:45 gaan we eten bij Jamie Oliver. Spreek je dat zo uit? Yes. Maar we gaan nu eerst even wat drinken bij de gymbar. En die is Mr. Fox gymbar. En die is, weet ik niet. En ik sta midden op straat te vloggen. En iedereen kijkt me aan, maar ik weet helemaal niks. En ik heb een nieuwe tas gekocht waar ik heel blij mee ben. Ik ben echt sneeuwwitje, hè? En het is echt ziek. Ik ben zo wit. Oké, maar we gaan... Met grote lipjes. Met grote lipjes. We gaan nu naar de gymbar. En die is op New Row of zo. En we zijn nu bij... Leicester Square. En we gaan straks bij Covent Garden eten. Dat had ik net al verteld. Maar we zijn zo moe en mijn voeten doen zoveel pijn. Terwijl ik echt juist expres schoenen had genomen die ik heel erg al had ingelopen. Maar dat is dus niet het geval. Maar we hebben gelukkig wel gereserveerd. Want echt overal bij elk restaurant staat echt een mega erge rij. Oké, we zitten nu in een bar. Hoe heet het? Joy Joe's Bar. En daar gaan we even wat drinken. En wat heb je genomen? Mama heeft een gin tonic. En ik heb een iced tea. Geen alcohol. Ik wel. Oké, we hebben net wat gedronken en we zitten nu bij Jamie. En we gaan nu lekker pasta eten, want het is laatst eigenlijk 7:45. Oké. Oké, maar we hebben net heel lekker gegeten en we gaan nu naar de Tower Bridge. Jezus. En daarna gaan we naar huis, want het is best wel laat al. Dus we gaan nu eerst even kijken of we mooie lichtjes zien. Oké, wij zijn terug op de kamer. Ik zie er echt niet meer uit. Maar ik wilde nog even laten zien wat ik had gekocht, want we gingen net nog even wat drinken. En wat ik heb gekocht vandaag is, ik heb die Collection Concealer gekocht, want die wilde ik heel graag proberen. En MAC Lipstift Velvet Teddy. Hier zo. En daarin zit ook nog zo'n Strobe Cream bij van MAC. En een nieuwe tasje waar ik echt super blij mee ben. Oké, en dit is het nieuwe tasje. En hij is echt super leuk. Dus dat is alles wat ik heb gekocht. En
Wij gaan nu slapen. Ik hoop dat de vlog een beetje lang is. Ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie niet zo naar me kijken. Daar kan ik echt niet tegen. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!